Hallo iedereen en welkom bij Battlefield 4 Beta gameplay voor jullie, live commentary. En deze gameplay maak ik voor jullie, voor de mensen die misschien Battlefield 4 willen kopen. En daar ging mijn stem in ieder geval. Dus ik ga hier gewoon live één ronde van Conquest spelen op Siege of Shanghai. En als je het leuk vindt, dan kan je het spel gaan kopen natuurlijk. Ik word niet betaald om dat te zeggen. In ieder geval, ik maak dit zodat jullie daarover beter kunnen beslissen. En ik ga een beetje Assault spelen en een beetje Sniper. En Assault ook met de DMRs, Designated Marksman Rifles en ook de Assault Rifles. Dus, ik begin hier in een tank. Ik ben dan natuurlijk nog helemaal niet... hoe dit potje gaat uitlopen, uitspelen, uitshizzelen. Ik ga even een goede squad uitzoeken. Hoeveel mensen zitten er in de server? Niet meer zo heel veel. Maar dat maakt niet uit. Oké, hier wil ik in. Dat mag niet. Oké. Dus ik capture bij het begin even deze twee vlaggen. Even kijken. Oh. Oh, schoot ik nou echt tegen een paal? Dat was zoveel pech. Ik wou die gaan schieten. Die LFV en dan schiet ik tegen een paal. Nee! Als twee vehicles tegen elkaar rijden is niet goed. Dan ga je helemaal trillen en soms vlieg je heel hard weg. Oké. Dus je hebt niet meer unlimited ammo met tanks. Je kan rechtsonder zien. Ik heb nog vier kogels en langzaam vult het bij met dat metertje wat je daar ziet. Dus ik kan niet gewoon oneindig veel gebruiken. Boom. Als je het spel koopt, zorg wel dat je een goede computer hebt. Het is een heel intensief spel, mijn computer heeft er ook best wel veel moeite mee. Maar het probleem heb ik al gevonden. Ik moest een nieuw onderdeel kopen voor mijn computer. En dat wordt nog bezorgd. Daar hoorde je heel veel de voice chat. Dat is in Battlefield 4. Oh shit, wat gebeurt er? Er is een voice chat. Als ik alt klik, dan kan ik ook praten. Tegen mijn squad members alleen. Hierachter zitten vaak gasten. En Battlefield 4 Destructible Environment. Nou, dat ding kan niet kapot, maar oké. Poeh, die kogel had ik niet moeten verspillen. Oké, dit hebben we allemaal gecaptured. We gaan verder naar E. Oeh, en dit ding is heel cool. Dit ding is super cool, destructive. En nu hoe ik dat schot miste. Oh, hij is niet dood. Oké, hij is dood. Oké, ik heb nu ook een gunner. Dat is fijn. Die kan een beetje rondkijken. Recons hebben we nu C4. Hier, daar is echt het probleem met hit detection. Ik kreeg geen hitmarker toen ik hem hitte net. Nice. Oké, die gast is weggerend. Hier komt een gast. Oh nee. Kijk, daar altijd goed naar de minimap kijken. Ik kan altijd enemies vinden. Ik wist dat hij daar chillde, want hij stond op de minimap. Dan ga ik hier omheen en dan naar rechts om naar E te gaan. Zorg dat je altijd goed nadenkt. What the fuck? Oké, het is open beta, mensen. Het spel is nog lang niet klaar, dus. Glitches, bugs, vooral balancing. Is nog niet helemaal af. Oké. Deze tank, die doet het goed. Oh shit. Wow. Oké, dat was een enemy tank. Oké, in ieder geval. 7 kills gehaald met deze tank. Een paar vlaggen gecaptured, dat is fijn. Oké, nu spawnen we bovenop zee. Zee is een grote skyscraper. En zoals jullie zien gebruik ik een DMR. Een soort van semi-automatische sniper voor mijn assault class. Maar het is niet echt een sniper. Hij schiet gewoon zo. En gewoon kogels die veel damage doen. En ik heb er al de attachments voor die ik wil. En één speciaal attachment is... ik kan zo. En zo. Is meer close quarters, snel.
Iets meer als ik medium to long range of zo. Dus vanaf hier, dit is nummer C van de vlag. Dat is een hele belangrijke, want vanaf hier kan je eigenlijk naar elk punt parachuteren. Dus ik ga denk ik die kant op naar, even kijken, D. En dan gaan we kijken of we daar wat kunnen doen. Ik heb nog niet, ik heb nu volgens mij 11 uur op dit spel, heb ik het gespeeld. Dus ik ben nog helemaal niet zo super goed gewend en shit, maar ik begin er wel redelijk gevoel voor te krijgen. Alhoewel, dit wapen is wel redelijk moeilijk te gebruiken. En ik word gesniped. Van waarschijnlijk daarboven, ja. Oké, ik had één marker in hem. Ah, shit. Oké. Let's try that again. Kijken of ik nu wel naar een andere squad kan. Waarom? Hier staat overal, join squad. En bij die niet. Oké. Daar. Zoals ik al zei, het is een beta. Er zijn nog veel bugs. Oké, misschien kan ik vanaf hier kijken waar die snipers chillen. Wow. Hij kwam net uit de lift. En oké. Nu moeten we C gaan verdedigen. Even kijken, er is geen helikopter. Ik probeer niet op te scheppen, maar met attack helikopter ben ik goed in het spel. Holy shit. Attack helikopters zijn zo lekker en leuk om te gebruiken. Oké. Dus. Nog een keer naar D, denk ik dan. Oh. Oké, ze proberen dit aan te vallen. Zijn zij allemaal dood? Oké, deze is dicht. Dus hier komt er straks iemand uit. Maar ik ben heel slecht wapen voor close range. Dus wat ik ga doen is een granaat. Ah, het is een mantie. Oké. Ik ga hierheen. Hier proberen op het dak te komen. Shit, daar is iemand. Ah, oké, het is een sniper. Dat kon ik horen. Oké, hij is dood. Hij is ook dood. Oké, nu wordt het moeilijk. Nu moeten we dit gaan capturen, maar daar is een tank. Oké, ik ga met de lift naar beneden. En ik verander naar deze scope. Zodat ik iets meer op close quarters kan. Oké. Kom op, capture. Daar is een tank. Oh! Tank gemold met mijn grenade launcher. Oké. Oké, die LEV is van ons. Dat is super fijn. Oké, wat ik wil doen is hier gaan chillen. En dan doe ik dit dicht. Shit, ik zit vast tussen die kleine krukjes. Oké, al die shutters zijn dicht gedaan. Ah, kut. Niet leuk. Oké, ik ga in deze heli spawnen. Oh, dat was slecht geschoten van mij. Wow. Iets meer mijn tijd nemen. Wow. Oké. Ik weet niet goed hoe veilig het is. Wow. Nee, ze zijn met de lift omhoog gekomen. Ah, shit.
Dat vind ik wel. Die liften, daar, want die liften, je ziet ze niet omhoog komen. Ze teleporteren gewoon één keer omhoog. Dus soms, ja, is het gewoon heel raar. Of je hoort meteen, je komt uit de lift en je wordt meteen gekild. Gewoon tush, omdat, ja, ik weet niet, mensen weten dat je daar aankomt. Oké, ze blijven maar hier naar boven komen met de lift. Dus ik klik hierop. Ga ik met de lift naar beneden. En... ik ben veiliger uitgekomen. Oeh. Ik heb een idee. Oké, dat gaat niet werken. Oké, via hier. Oké, daar is een tank. Ik weet niet wat dat gepiep is. Geen idee. Oké, daar zag ik iets. Oh, gaat de skyscraper naar omlaag? Even kijken. Nee. Hoe doe ik dat? Oké. Gaat de skyscraper instorten. Dit gebouw kan instorten voor de mensen die nog niet eerder hebben gezien. Weer dat rare gepiep. Hey, waar is hij? Oh, nee. I don't like it. Oh, dat is een tank nog wel. Ah! Oké, weer geswitcht van scope. Nee, ik zit vast! Ah! Oké. Nou, het gaat niet zo erg goed. Nee. Even kijken wat we kunnen doen hier. Kunnen we hier spawnen? Oké. Shit. Wie captured day? Zij captured terug. Nee, wij captured day. Oh, dat was onze tank. Onze main line of attack. Oké, dat kan ik niet verstaan. Dit is een Nederlandse server nog wel, want dan krijgen we gekke Russische shit. Oké. Hij is dood. Volgens mij was dat het. Weer heel veel snel kijken of ik in een andere squad kan. Join squad. Hoe meer mensen in je squad, hoe beter. Want als iedereen in je squad dood bent, dood is, dan verlies je al je perks, al je specializations. En dat is niet goed. En als je meer mensen hebt in je squad, heb je minder kans dat ze allemaal tegelijk doodgaan. Oh, dat is een bolt action sniper. Oké. Ah! Nee. Liggen. Oh, alsnog, wat? Van zover. Geen squad met 4 mensen. Nee. Oké, A capturen. Objective Alpha is neutralized.
Oh, oké, later. Wat? Ah, shit. Oh, auto. Oh, zit hij vast? Oké. Okay. Let's go. Kill. Headshot ribbon, oké. Okay. Wat dachten jullie van een roadkill? Boom. Ik kreeg ook echt gewoon een roadkill daar. Oké. Okay. Oh, nu gaat hij instorten. Oké, okay, even kijken. Yep, die gaat niet lang nog. Oh. Holy shit. Oké, okay, en de vlag die net daarboven was, op zee, komt nu hier zo in de rubble van het gebouw. Super epic. Alhoewel, ik vind de map leuker wanneer zee nog staat. Zeker om dan met je helikopter eromheen te vliegen en gewoon iedereen die erin zit te vermorzelen. Maar dat is gewoon personal preference. Het is natuurlijk het grote ding van Battlefield 4, Levolution. In andere maps die uitkomen kunnen dammen kapot en dan is gewoon het hele landje onder water. Alhoewel, het wordt niet gewoon een zee, het landje. Maar alleen nog gebouwen komen er overheen en dan moet je met boten er doorheen in plaats van auto's. Heel vet. Oké, okay, dus daar is de vlagzee. Die willen we gaan capturen natuurlijk. Dus daar gaan we heen. En kijk eens wat ik vind. Een pick-up weapon. Een M32. Nog iets. Hier is een grenade launcher. Hoe ver moet ik schieten? Vol automatische grenade launcher, mensen. Kijk of ik hiermee een kill kan maken. Ik heb deze vaker gehad en het is heel moeilijk om een kill mee te krijgen, vind ik. Als er echt een groepje dudes staan, dan kan het wel. Maar zo, zoals je zag, gaat niet werken. Want als je eentje mist, dan heeft de ander je al waarschijnlijk neer. Oké. Okay. We gaan op deze attackboot spawnen, proberen E over te nemen. Oké, ik kan een kill. Voordat we te lang in verboden gebied zijn. No, nu wil ik niet dood. Omdat ik in... Killed in action. Shit. Oké, dat kan ook gebeuren. Iedereen daar is doodgaan. Oh, deze gast redt. Vaart ook te ver. Oh, misschien is dat wel een probleem. Gaat hij het halen? Hij is ook doodgegaan. Oké. Okay. Perfecte landing. To E we go. Oké. Okay. Capturing. Oké, okay, perfect. In een bar. Capture. Oeh. Wat is dit alarm? Kom op, neutralize, neutralize. Oké, okay, nice. Oh. Echo. Let's go. Oké, okay, ik denk dat we dan weer naar D gaan. D is echt eentje waar, zeg maar, een vlag waar heel vaak een grote, lange battle is. Ook een moeilijke. Het dak is een heel belangrijk punt van D. Als je het dak hebt, dan ben je een, zeker een groot voordeel. Oké, okay, let's go. D aan het capturen.
Alles hier is ook kapot, dus het is moeilijk een goede spot te vinden. Waar je kan chillen. Waar is die gast? Ik zag daar een gast, ik weet het zeker. Die ook gecaptured, zo hé. Man down. Raar. Die gast is hem waarschijnlijk geboekt. Let's go. Oké. Waar is de battle? Bij C. Oké. Twee markers. Met drie was hij waarschijnlijk dood. Hier beneden is een gast, geloof ik. Ik zag hem lopen. Zit hij nu boven me? Wat? Nou, geen idee. Laten we verder gaan. C-capture. C is een van de moeilijkste. Als je eenmaal hebt, dan kan je het wel voor een tijdje houden. En dat is wat de enemy nu dus heeft. Oké. Okay. Het is heel moeilijk om hierdoor... Oké, okay, wacht. Wow, hoe wist hij dat ik er was? Oké, okay, ik denk dat het nu tijd is... om even een ander wapen te gebruiken. Een assault rifle, zoals de SCAR. De SCAR-H zelfs. Die willen jullie natuurlijk ook even zien. Het gaat fout. Waarom heal ik niet? Ah. En dan ga ik dood. Even kijken, waar zal ik spawnen? De nieuwe spawning map is wel duidelijk, moet ik zeggen. Hij is wel fijn. Boom. Oh, een hit. Nog een hit. Wow. Counterknife. Dat is actie. Holy shit. Helikopter met mijn grenade launcher. That's just how I roll, bitches. Laten we naar beneden gaan. Hij is dood. Boom. Ondertussen hebben we B gecaptured. Oh, de match is bijna over. Zo te zien hebben we dit dik gewonnen. Oké, dan. Oh. 24 minuten. Oké, dus dat was één ronde Conquest Siege of Shanghai Open Beta. Gaan jullie het kopen? Laat je mening achter in de comments. Hopelijk vond je het leuk. Als je het leuk vond, laat een like en een comment achter. En als je meer wilt niet zien natuurlijk, subscribe. En dan zie ik jullie de volgende keer.